Leuk dat jullie kijken naar mijn allereerste video. Het heeft een tijdje geduurd, maar hier is hij dan. Dit is... Ik dacht toen echt, dit is grappig of zo. Dit is leuk. Oh, ik weet niet. Ik vind dit... Als ik dit nu zo terugzie, dan denk ik toch van ja, dat ziet er wel heel schattig uit. Yo mensen, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. En vandaag ga ik niet reageren op Brugklas of op een ander programma. Nee, vandaag ga ik reageren op mijn allereerste video. En dat is nu alweer 3 jaar geleden. Ik zag deze laatst terug en ik dacht van, ik ga hier gewoon op reageren samen met jullie. Want ik dacht zoveel dingen. Ik dacht, dat moet ik gewoon delen. En mijn eerste video had ik gemaakt gewoon thuis met de camera van mijn moeder. Echt een oud ding was dat. Maar goed, dat maakt allemaal voor de rest niet uit. Het was echt best wel slechte kwaliteit. Maar deze video ging over dat ik was gevallen in Oostenrijk. Met wintersport was ik echt best wel hard op mijn bek gegaan, zeg maar. Ja, best wel gewoon echt hard op mijn bek gegaan. Jullie gaan het zo zien. Misschien voor de mensen die mij al 3 jaar lang volgen, hebben deze video ook al gezien. Maar goed, we gaan hem nu samen kijken. Echt, joh, deze kwaliteit en hoe ik praat en nog mijn jonge koppie. Het is zo raar. Maar goed, ik ga mijn koptelefoon opzetten en dan gaan we gewoon samen kijken. En ja, dit wordt leuk. De titel van de video is Jesse van Brugklas maakt een doodsmak. Ja, daar ga je al. Daar ga je al. Toen dacht ik, oké, ik heb echt een goede clickbait nodig. Jesse van Brugklas, want toen speelde ik in Brugklas, maakt een doodsmak en gaat bijna dood. Dit gaat views trekken. En ja, voor mijn eerste video, 26k, heeft het best wel goed gedaan, denk ik zelf. Maar goed, we gaan beginnen en ik weet nog wel, ja, nou goed, laat maar. We gaan gewoon kijken. Ik wil gewoon te veel zeggen, maar we gaan gewoon kijken. Oké, dit is de preview, hè? Ja, dit. Oh, jongens. Deze intro heb ik zelf gemaakt en niet in een... Ik was gewoon een beetje aan het kloten in mijn muziekprogramma, want ik produceerde toen heel veel muziek. En toen kon ik een nummer, zeg maar... kon ik een beetje beeldjes bij doen. En dat was een heel klein programmaatje binnen mijn muziekprogramma. En daar heb ik toen deze intro in gemaakt. Maar het is echt zo'n veel te overdreven intro. Maar hij was uiteindelijk wel echt leuk. En ik heb hem ook volgens mij nog echt wel lang gebruikt. Volgens mij heb ik hem nog, ja, wat zou het zijn? Iets van 2 jaar gebruikt. En er komt een nieuwe aan. Dat wordt echt super vet. Maar dat gaan jullie allemaal nog maar zien. Maar goed, deze intro is al gewoon, ja, voor toen eigenlijk best wel lachen, weet je wel. Ik was 3 jaar geleden begonnen. Ik wist helemaal niks van YouTube. Ik dacht, dit is een vette intro. En het was ook wel oké. Maar ik spoel even een stukje terug. Want wat ik hier aan het doen ben, ik heb geen idee. Ik doe mijn stoel naar beneden en ik ben mijn haar goed aan het doen. Ja, kijk maar gewoon. Hier, daar ga je. Leuk dat jullie kijken naar mijn allereerste video. Het heeft een tijdje geduurd. Ik zet mijn stoel naar beneden en dan doe ik zo even mijn hand door mijn haar. En dan... Ik ga praten. Echt zo'n zucht van nu ga ik beginnen. En dan ga ik opeens rappen. Ik weet niet wat ik met mijn handen aan het doen ben, maar ik doe zo van... Yo jongens en meisjes, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video vandaag. Kijk maar even. Het begin is gewoon leuk. Ik spoel weer een keertje terug. Kijk naar het begin. Ik ben gewoon echt alsof... volgens mij heb ik het gevoel dat ik rapper ben of zo. Ik heb geen idee wat ik aan het doen ben. Leuk dat jullie kijken naar mijn allereerste video. Het heeft een tijdje geduurd, maar hier is hij dan. Zoals jullie misschien op mijn Instagram hebben gezien. Ook gewoon totaal niet scherp. En we hebben gesnowboard. Oh shit, mijn batterij. Ik moet snel mijn mijn laptop is leeg. Het heeft een tijdje geduurd, maar hier is hij dan. Zoals jullie misschien op mijn Instagram hebben gezien, ben ik op vakantie geweest deze week. En we hebben gesnowboard. Oh ja, en gesnowboard. Dit is... Ik dacht toen echt, dit is grappig of zo. Dit is leuk. Ja, ik weet ook eigenlijk gewoon niet wat ik aan het doen was hier. Ik ging echt gewoon blanco voor deze camera zitten. Die overigens echt totaal niet scherp is. En ik dacht, dit is wel grappig. Want ik wist niet wat ik wilde zeggen. Toen zei ik, en we hebben daar gesnowboard. Toen dacht ik van, fuck, wat ga ik nog meer zeggen? En we hebben gesnowboard. En toen dacht ik van, nou, wat leuk joh. Ik heb gewoon echt een goede grap gemaakt. Oh. Ja, Vincent van toen, niet meer doen. Echt fucking leuk en ik ga het jullie gewoon laten zien. Oh! Hij gaat het ons laten zien, Vincent van 3 jaar geleden. Ja, dit waren dan beelden van mijn moeders telefoon volgens mij. Maar die edit skills waren best wel prima. Zeg maar voor mijn eerste video vond ik dat ik het nog best wel prima had geëdit allemaal in elkaar. Ik ben mezelf aan het indekken. Ja. Hier, kijk hem gaan. Oh, dit heb ik wel echt gemist door dit jaar. Oh, ik ken hem ook gewoon nog. Hier, moet je nagaan jongens, 3 jaar geleden. Toen kon ik al
jaar gewoon niet gehad. Maar toen ging het mis. Nou, kijk. Ook weer echt heel erg leuk geëdit, Vincent. Maar toen ging het mis. Toen ging het ging ook wel mis. Het is niet dat ik loog of zo. Het ging ook echt mis. Ik weet niet, ik moet gewoon lachen om mezelf, omdat het gewoon zo grappig uitziet en zo een soort van onschuldig, dat ik echt nog dacht van ja, ik ga gewoon even een video opnemen en ik dacht, ja. Ik weet eigenlijk echt niet meer wat ik op dat moment dacht. In het volgende filmpje jullie te zien krijgen, dat is het filmpje, misschien heb je het ook op mijn Insta gezien. Toen lag ik in het ziekenhuis en ik heb speciaal niet verteld waarom. En heb ik puur daarom dat filmpje nu bewaard voor in deze video. Deze uitleg ook. Ik probeer het zeg maar heel duidelijk uit te leggen. Maar toch van, ik heb op mijn Insta van mijn filmpje bewaard. Zodat ik in deze video kan uitleggen wat er is gebeurd. Dus dat en dit. Even uitleggen voordat we het filmpje gaan zien. Er was dus een jump. En die zagen we dus vanuit de lift. Maar hij was heel lang al niet open. En toen de dag dat hij open was, wilde ik zo graag over die jump. Dat ik gewoon niet nadacht. Dus ik heb die jump van tevoren niet gezien. Nee, ik denk sowieso niet heel vaak dus niet hoe snel je moest gaan, hoe hoog je was, hoe ver je moest springen. Dus ik was gewoon echt gewoon dom bezig. Maar ik dacht met mijn slimme kop van, ik ga toch eroverheen. En dat ging niet zo goed, eerst het filmpje. Ja jongens, je hoort het. Ik dacht eventjes niet na. En soms heb ik op een moment ook nog wel eens dat ik denk van, ik denk niet helemaal na. Ook met het sleden ga ik maar gewoon iets, dan ga ik maar gewoon. En dan kom ik achteraf erachter dat het helemaal niet handig was wat ik deed. Of dat ik weer, dat het gewoon niet slim was. Ik heb gewoon hier mijn ringvinger gekneusd met sleden. Ik kan al gewoon niet sleeën. En 3 jaar terug dacht ik precies hetzelfde. Maar toen werd echt een mega jump waar ik toen eigenlijk dacht van, hey, dit is een goed idee om vanaf te gaan. Terwijl ik eigenlijk gewoon pure zelfmoord was. Daar ging ik. Met alle goede hoop. En hop. Yeah. Boom. Klap. Wat een klap. Oh, dit was zo naar. Het was zo naar. Oh. Kijk, meestal als je valt, dan val je en heb je niet het besef gehad dat je ook daadwerkelijk echt bent gevallen. Maar hier viel ik en ik kon gewoon tot 4 tellen in de lucht en toen bam, viel ik. Dus dan heb je echt besef van, hey, ik ben nu aan het vallen. Ik ga straks echt fucking hard op mijn bek. Het gaat pijn doen, dus dat is echt niet fijn. Leuke edit skills, hè. Wasted van GTA. Is leuk. Hier, ik ook nog van een ander shot. Zo professioneel. Hier. Daar gaat hij. Daar gaat hij. En kaboom. Tja. Zoals jullie zien heb ik best wel een behoorlijke klap gemaakt. Ja, toen ik neerkwam ben ik denk ik nog iets van 50 meter doorgegleden. Ik kon gewoon geen ademhalen. Dus ik zat de hele tijd gewoon... Ik zat gewoon de hele tijd, wilde ik lucht halen, maar het lukte gewoon niet. Het klopt wel wat ik zeg. 3 jaar geleden zei ik iets wat gewoon klopte. Want ik klapte op de grond en ik kon gewoon geen lucht halen. En het eerste lucht wat naar boven kwam was niet eens lucht, maar het was bloed. En dan denk je van, hé, is er dan iets geklapt? Is er iets met je longen? Er waren een soort van blaasjes, dat zijn hele kleine dingetjes in je longen. Dat zeiden ze bij de arts, zeg maar. En die waren geklapt, waardoor ik een beetje bloed op kuchte en hoestte. Maar dat was uiteindelijk niet zo heel veel aan de hand. Maar goed, ik weet niet wat hij er allemaal over zei nog, Vincent. Ik werd duizelig, ik was moe. Dus het werd gewoon, alles werkte gewoon tegen. Ja. En toen uiteindelijk was ik aan de beurt en toen liet ik het filmpje zien aan een dokter en hij schrok zich kapot. Ja, hij zei ze van, kun je nog meer bloed op? En ik zei van, nee, eigenlijk gaat het best wel prima, ik ben alleen best wel een beetje moe. En toen zei hij dat hij alles wilde controleren. Toen heeft hij zo mijn rug, ging hij allemaal kraken en ging mijn rug aan mijn rug zitten en voelen of er niks was gebroken. Nou, dat was ook niet het geval. Nee. Uiteindelijk ging hij ook met een echo, weet je, dat krijg je meestal, krijgen moeders als ze een baby hebben, gaan ze met zo'n van spuiten, heel nat spul, gewoon heel... Weet je dat ik heel erg merk, zeg maar? Dat 3 jaar terug deed ik nog heel erg mijn best, zeg maar, om goed te gaan praten. En nu heb ik heel vaak dat ik me verspreek of dat ik gewoon... Zeg maar, het komt nu allemaal een beetje vanzelf. En toen was ik nog heel erg bezig met, oké, wat ga ik zeggen? Wat ga ik zeggen? En ik was heel erg alles aan het uitleggen en het was een beetje langdradig. Maar wel duidelijk, zeg maar, voor de mensen die niet weten wat een echo is, dat de Vincent van 3 jaar terug dat gewoon eventjes haarfijn aan jullie uitlegt. En er was helemaal niks geklapt, maar ik moest wel de volgende dag weer op controle komen. Om te kijken of ik nog steeds bloed opkuchte en of er nog steeds bloed in me, ook in mijn urine zat. Ook daar rechtsbovenin, zo soepel. Even een zelfspot grapje tussendoor met echt het makkelijkste lettertype wat er was. Maar goed, hè? Ik deed het wel. Maar verder was gewoon helemaal niks aan de hand. En hij zei ook dat ik het kerstwonder was of zo. Dat hij echt wel had verwacht dat ik gewoon echt als een stijf plank zo aan zou komen lopen. Maar uiteindelijk is het allemaal goed afgelopen en ik heb eigenlijk hartstikke veel geluk gehad.
Dat is wel echt waar, hè. Kijk, ik was toen zo hard gevallen. En toen ik zeg maar wakker werd, of waar wakker werd, toen ik weer een beetje bij bewustzijn kwam, toen dacht ik van, oké, er is sowieso wat met me aan de hand. Er is iets geklapt, ik heb iets gebroken. Maar uiteindelijk was er gewoon helemaal niks gebeurd. En dat is best wel raar. Je maakt zo'n harde klap en er gebeurt gewoon niks. Niks gebroken, niks. Take your time, hier, nog eventjes mooie shotjes tussendoor. Oh. Ik moet wel eerlijk zeggen hoor, dat ik hier best wel depressief van word als ik dit nu zie. Want dit jaar helaas geen wintersport vanwege corona. Maar als het weer kan, ik ben de eerste die straks in de sneeuw in de Alpen staat. Ik moet gewoon gaan. Ik ben sinds ik 2 maanden ben ieder jaar daarheen gegaan. En daarom voelt het nu opeens heel erg leeg. Hots. Boom. Dat was ook een mooie klap. Hier, kijk. 1, 2. Ja, toen wilde ik een dubbele salto. Dat ging ook niet goed. Ik doe nog niet. Dat jullie hebben gekeken naar mijn allereerste video. Wat was dit? Mijn broer die zit daar links in de kamer en ik zei zo, Ruup, doe nou niet. En dat heb ik er gewoon ingelaten. Ik denk dat ik het op dat moment leuk vond om in de edit te doen. Geen idee waarom, maar goed, hè, leuk. Vind je die nou leuk, spannend, cool? Laat even weten in een reactie, laat een blauw duimpje achter en natuurlijk abonneren. Ik zie jullie later. Oh, ik weet niet, ik vind dit, als ik dit nu zo terugzie, dan denk ik toch van ja, dat ziet er wel heel schattig uit. Ik zeg eens van, vind je deze video nou cool, spannend of gewoon leuk? Laat het dan eventjes weten in de reacties en dan zie ik jullie later. Ja, dat, schattig. Ik was daar gewoon echt jong nog, was echt jong. En nu ben ik 3 jaar ouder, nu ben ik 20 jaar oud. Maar goed, dit was dus mijn eerste video en ja, dit is gewoon heel grappig om eventjes met jullie te hebben gezien. Toch ben ik hier ook wel trots op. Ik ben misschien wel heel erg veel aan het zeggen van ja, oh, dit zo deed ik dat en dat. Maar als ik dit dan zo zie, dan is het denk ik toch bij mezelf van ja, 3 jaar terug, ik deed het toch wel. Nu heb ik 134.000 abonnees, waar ik heel erg blij mee ben. En waar ik jullie ook nog steeds heel erg dankbaar voor ben. En mijn playbutton hangt nog steeds daar. En elke keer als ik opsta denk ik van ja, fuck, 100.000 abonnees gehaald. Ik weet niet hoe. Ik weet ook eigenlijk niet waarom. We zijn er nog steeds. En ik ga nog steeds voor jullie video's maken. En ik heb er gewoon de laatste tijd ook weer heel veel lol in om video's voor jullie te maken. En ik hoop dat jullie het ook heel erg leuk vinden. Dat hoop ik echt. Vinden jullie deze video leuk? En willen jullie veel meer zien? Vergeet dan niet te abonneren op mijn kanaal. En geef deze video even een like. En dan spreek ik jullie later!